We zijn vandaag een uurtje voor de aftrap van ADO tegen SC Utrecht. Hele belangrijke wedstrijd in de skybox van onder meer Hotel Mimosa. Arjan Verburg, Hotel Mimosa. ADO, een verbintenis die al heel lang samengaat. Vertel daar eens wat over. Ja, klopt. We zijn al 15 jaar spelershotel van ADO Den Haag. Dus wij verzorgen de accommodaties voor de spelers die uit het buitenland komen, die ver weg wonen. De proefspelers, af en toe ook trainers, die overnachten dan bij ons in Scheveningen. Noemen ze een paar namen van de gasten die je gehad hebt? De Tommy van der Leegte, Gino Coutinho, Danny Holla, de hele lijst. Jonas Kolka, onze trainer nu Henk Vreeser, Noel Hornix, die nu de conditietrainer is, slaapt ook regelmatig bij ons. Eigenlijk lijst jouw gasthoek een heel klein beetje als de wie is wie van ADO. Absoluut, absoluut. Ja, anders, Skybox, hoe maak jij gebruik? Je hebt je hotel in Scheveningen, de zomer begint, dus het is hartstikke druk. Je was ook moeilijk bereikbaar de afgelopen dagen. Hoe maak je daar gebruik van zakelijk gezien? Eigenlijk via ADO echt alleen onze samenwerking, want dit is eigenlijk gewoon een uit de hand gelopen hobby. We zijn in die mate gewoon een hele grote fan met het hele gezin en volgen alle wedstrijden. Maar natuurlijk, je doet zakelijk wel wat, ook voor Koninklijke Horeca Nederland. Maar dat is niet het hoofdmotto. Het is voor ons echt een uit de hand gelopen hobby. Je maakt gewoon van de faciliteiten gebruik om lekker heel erg luxe naar een wedstrijd te kijken. Absoluut. En om ADO daarmee te helpen dat ze meer overnachtingen kunnen realiseren op Scheveningen. Kan je zeggen, hoe lang heb je dit al? De Skybox is nu het tweede seizoen. Want we zaten altijd gewoon op de business tribune. En ik ben uitgenodigd door Van Vliet Contrans, ABR Infra en Mulder Industries om een keer een wedstrijd bij te wonen. Nou, dat vond ik eigenlijk in die mate wel heel erg gezellig. En ik ben zelf altijd nog wel fanatiek ook op de tribune. Dus ik dacht altijd, nou, in de Skybox, dat kan misschien wel niet. En dat gaat hier eigenlijk altijd fantastisch. En het is iedere wedstrijd gezellig, hapje, drankje en na de wedstrijd altijd een feestje. En daar doen we het voor. Even, want dan is inderdaad dat beeld van een busy tribune. Maar als ADO wint, dan sta je gewoon te juichen. En als je een goal tegen hebt, dan is het ook wel... Ja, absoluut. Dat gaat, wat dat betreft, hebben we een groen-geel hart. En dus alle emotie gaat hier eigenlijk bijna hetzelfde als aan de overkant. Je hebt een horeca-achtergrond. Hoe kijk je aan tegen wat ADO biedt voor in de Skybox? Nee, dat is allemaal perfect geregeld. De buffetten zijn altijd goed. We hebben altijd lekkere hapjes. Nee, we hebben niks te klagen. Wat dat betreft zitten we in een goede accommodatie hier. Je doet het samen met drie andere bedrijven vertellen. Dat wil zeggen dat jullie het totaalbedrag delen. Of hoe hebben we dat afgesproken? Ja, klopt. We zijn met vier bedrijven en dan delen we de stoelen. En dat is eigenlijk een perfecte samenwerking. Het zijn allemaal totaal andere branches. Dus dat brengt een heel leuk, gezellig, gemêleerd publiek bij ons in de Skybox. En ja, dat brengt gewoon echt ontzettend veel gezelligheid. Behalve ADO zelf en met de spelers, heb je al wel eens business aan ADO overgehouden? Tuurlijk, er zijn bedrijven die vaak aan ons denken en die zeggen van nou goh, we kijken in het boekje en we denken aan elkaar. Ik doe dat trouwens wel altijd. Als ik leveranciers nodig heb of er moet iets vervangen worden in het hotel, dan pak ik echt altijd het businessboekje even en dan ga ik daar eerst in bladeren om te kijken of daar leveranciers bij zitten die ook ADO sponsoren. Ja, we hopen natuurlijk dat steeds meer gebeurt, ook bij de andere bedrijven, dat je echt gewoon een business-to-business gaat creëren. Merk je dat ADO daar genoeg aan doet of heb je nog tips voor ze wat ze kunnen verbeteren? Nee, ik zeker met Peter Berg bijvoorbeeld. Ik had een hele leuke met het kunstgasveld hier met Greenfield. Had ik gewoon een hele leuke lead. En die jongens die hebben bij ons ook geslapen toen in de winter het kunstgas neergelegd moest worden. En ja, wij bieden gewoon net even die persoonlijke aandacht meer. Bijvoorbeeld die jongens die werkten gewoon in shifts. Dus s'avonds laat werden de kamers nog schoongemaakt. Ze kregen goede lunchpakketten mee. Ja, wij faciliteren gewoon dat het werk zo goed mogelijk door kan gaan. Nog even over Hotel Mimosa voor degene die het niet werkt. Waar kunnen we dat precies vinden? In de Rembrandtstraat in Scheveningen, gelijk achter het Circus Theater. Dus op loopafstand van het strand. Kan je merken dat nu, het afgelopen zomer, hebben we een prachtige zomer gehad. Nu hebben we weer een heel mooi voorjaar. Is dat goed te merken voor jou, zakelijk gezien? Ja, tuurlijk. Dat helpt zeker. Alleen ja, het is gewoon moeilijker. We hebben allemaal crisis en daar ontkomen wij ook niet aan. Laatste vraag. Vlak achter het Circus Theater, hebben jullie behalve met ADO Den Haag ook daar een aparte samenwerking mee? Nee, het Circus Theater werkt echt alleen met drie grote hotels samen. Maar we pikken er echt onze vruchten wel vanaf hoor. Joop van den Ende mag best een standbeeld krijgen op Scheveningen. Dankjewel. We gaan kijken. ADO tegen FC Utrecht. Wordt weer even spannend. Ja, ik hoop het. Maar helaas met die 15 jaar ervaring, als het moet met Den Haag, dan doen we het meestal nooit. En ik ben ook bang als wij winnen, dan zou je misschien net zien dat RKC ook weer wat wegsnoept in de Kuip. Maar ik hoop dat we gewoon eigenlijk vandaag helemaal klaar zijn. We gaan het zien. Dankjewel. Dankjewel.